geen eindexamens in de sporthal, geen gala en geen eindexamenfeest. Door de coronacrisis is er geen traditionele afsluiting van het examenjaar. Om toch een moment te creëren riep minister Slob 4 juni uit tot landelijke dag voor alle geslaagde scholieren. Vandaag kregen de leerlingen van het Bouwens te horen of ze geslaagd zijn. De cijferlijst ontvingen ze in de auto. Ja, dat is wel wat anders. Ja, dus, ja, dat hebben ze goed opgepakt, denk ik. Ja, het regent, dus ik wil zo snel mogelijk naar huis. Maar dat vind ik op zich ook nog wel gezellig. Ja. Fijne dag zaterdag, hè? Dank je. We geven vandaag inderdaad de cijferlijst delen we uit en we hadden bedacht dat we toch iets extra's willen doen voor deze leerlingen die eigenlijk al zoveel gemist hebben. Dus geen gala, geen buitenlandse reis. Dus we willen toch vandaag een feestelijk tintje geven aan het uitdelen van de cijferlijst. Helaas doet het weer niet echt mee, maar voor de rest zit de sfeer er goed in. Door het schrappen van de centrale examens vanwege corona moesten scholen op basis van schoolexamens beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Dat maakt de vreugde bij de geslaagden en de ouders er niet minder om. Ja, speciaal tijd gemaakt voor het diploma of de puntenlijst op te halen. Hè. Dus ja, alleen jammer dat het regent. We hadden liever het dak open gehad dan dit. Bent u trots? Ja, natuurlijk. Het is wel een ander examen als anders, maar zeer goed trots dat het bereikt is. Het is weer een mijlpaal, hè? Ja, ik werd toen gebeld op een mentor. Wat zei die? Een proficiat. Het was sowieso niet zo spannend geweest voor mij. Want ik stond op zich best wel goed, dus was niet echt nog ja, een beetje leren en dan was het wel gelukt. Heel trots. Ja, sowieso natuurlijk dit jaar allemaal anders dan normaal, dus ja, dat maakt je extra trots. Ja. Top. Toch een feestje? Ja, klein feestje vandaag, wat familie en ja, zover als toegestaan is. Ja, we werden gebeld rond 20:15 en ja, ik kreeg horen dat we geslaagd waren. Naar welk punt ben je benieuwd op de cijferlijst? Naar biologie. Want? Ja, dat was niet heel makkelijk. We hebben 2 geslaagde, dus dat is wel heel gaaf. En ook nog in een bijzonder jaar? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Mijn broer was ook geslaagd, dus dubbel feest. Ja, alles is anders inderdaad, ja. Dus daarom hebben wij ook gezegd van we houden ons aan de landelijke gedachte. Hè, om vandaag een feestelijke dag voor te maken voor onze leerlingen. En ze toch op deze manier vandaag op school te halen. Vanmorgen hebben de mentoren allemaal gebeld naar iedereen. Is officieel te horen gekregen dat ze geslaagd zijn. En ja, vandaag toch een feestelijk tintje. 290 kandidaten op het Bouwens kregen een voorlopige cijferlijst uitgereikt. De slagingspercentages volgen later. Er zijn nog wat leerlingen die gaan nog wat resultaatverbeteringstoetsen maken, zo heten ze dit jaar. Dus over 2 weken hebben we meer informatie. Maar het ziet er goed uit gezien de stoet. Voor de geslaagden is het uitkijken naar de vervolgopleiding. De volgende opleiding? Maatschappelijke zorg in de Venlo. Tandartsassistenten. Sport en beweging bij het Gilde opleidingen. HAVO. Verpleegkunde. Maar de weerst? Niks doen. Geen school. Voor de leerlingen die gezakt zijn, zijn er vanaf 4 juni zogenaamde resultaatverbeteringstoetsen.